yesterday. All my troubles seem so far away. I need a place. Nou, we kwamen via Facebook en andere social media kwamen met elkaar weer in contact. Ik met de jockey van Weleer, Jackie noemen we hem altijd. En aan de hand daarvan kwamen we op een gegeven moment zoiets van, leuk, we gaan eens een reunie organiseren. Nou, helemaal enthousiast natuurlijk. Nou, daar kwamen bij Paul en Wiebe. En zo zijn we daar dus nu mee begonnen. Nou, eigenlijk afgelopen zomer al, toen werd ik door Paul benaderd van, god Wiebe, we gaan een reunie organiseren. En heb je nog oude foto's van B&B? Want hij wist dat ik achter de bar had gestaan. Ik zei, nou, ik zal eens kijken, maar ik geloof het niet, want in die tijd liep je niet met een digitale camera rond, natuurlijk 40 jaar terug. En nou, vanaf dat moment ben ik erbij betrokken. En eerst was de locatie ergens anders. En toen zei ik, jongen, waarom doe je het niet in de businessclub van Heracles? Ja, je krijgt allemaal mensen die wat ouder zijn, die willen niet alleen op de dansvloer staan, maar die willen ook lekker in een loungebar kunnen hangen met elkaar, bijpraten wat ze gedaan hebben in hun leven. Nou, daarom vonden wij deze locatie eigenlijk een perfecte locatie. En hier zijn we doorgeborduurd. Zo ben ik erbij gekomen. En welke muziek wordt er vooral gedraaid? Onder andere de Beatles. Maar kan jij ook nog wat specifieker daarin zijn? Jawel. Kijk, als je gaat kijken, wat werd er veel gedraaid in die jaren 70, 80? Dat was natuurlijk de Tramps, Casey and the Sunshine Band. Allemaal van dat soort muziek. De dansmuziek, de discomuziek uit de jaren 70, 80. En ik weet dat een heel groot schade mensen is die dat gewoon hartstikke leuk vinden. Dus ook al kwam je niet in B&B en hield je toch van uitgaan, of hou je nog steeds van uitgaan in die muziek, dan is dit ook al een leuke avond. Het is dus een reunie, maar voor de mensen die er niet kwamen is het ook een leuke avond om gewoon naartoe te gaan, om weer geconfronteerd te worden met muziek uit die tijd. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Er zijn zoveel relaties ontstaan binnen B&B, The Duke, noem ze allemaal maar op. Ik heb mijn vrouw daar ook leren kennen. Dus je spreekt zoveel mensen die met warme gevoelens terugdenken aan die tijd. En daar hebben ze het basis van hun leven, hebben ze in principe daar opgebouwd met een relatie. En ja, die mensen zul je ook heel veel terugzien op vanavond. We zijn trouwens niet samen getrouwd hoor. Dit is, dat is niet mijn vrouw. Het wordt ook niet mijn vrouw, want ik ben heel gelukkig met mijn eigen. Nou, dat moet zo houden. Ja, ik weet dat de mensen uit Engeland komen, ik weet dat de mensen uit Duitsland komen. Die hebben allemaal al aangegeven, die hebben de reis al geboekt. Wat dat betreft, er is nogmaals heel veel animo voor om hier een succesvolle avond van te maken. En vooral oude herinneringen op te halen. Maar nogmaals, iemand die gewoon lekker wil dansen op muziek van die jaren, van harte welkom, want dat is ook geweldig. En die doet ook voor veel bekenden op hier. Ik denk het wel. En helemaal als je Almelo bent natuurlijk. We hopen dat er heel veel mensen komen. Zo is het.